Rond de transfer van deze Steven de Voer van Genk naar Standaar was veel te doen. Bij Standaar verwachten ze dan ook veel van hem. En na 13 minuten komt Lokeren op voorsprong na een hoekschop. 1-0. Het lijkt dat Olivier Dol scoort, maar eigenlijk duwt Standaar-speler Kovalenko de bal met de elleboog in doel. Standaar-trainer Boskamp maakt zich boos en dat moet hij tijdens de wedstrijd meer dan eens doen. Standaar vecht wel terug op het half uur. Een voorzet van die Steven de Voer van op rechts. En Karel Gerards kopt de bal staalhard binnen. Gerards met een verbeten blik. Hij kwam niet tot een akkoord met Standaar over een verlenging van zijn lopende contract. Een heerlijke goal en het is zo 1-1. Het publiek wordt verwend, want op slag van rust maakt Kilian Overmeijer deze goal. Een schitterende trap van buiten de grote baklijn. 2-1 voor Lokeren. Lokeren wint zo verdiend van Standaar.